Maar ik voel nergens een batterij. Dat vind ik raar. En zo dikke wielen ook. Oké, les roues. Wat is dat? Oké. Marcel, klaar voor? Je suis prêt. Gefeliciteerd, testers. Merci. Aujourd'hui, vous allez faire du vélo électrique. Car un nouveau venu est apparu récemment dans le monde de la bicyclette électrique. L'e-bike urbain. De urban e-bike. Wow. Geen idee. Op maat van de stad. Mooier design. Mais batterie plus petite. Een verbetering tegenover de klassieke e-bike. Of niet? Om te testen of dat een urban e-bike of dat dat ook een lange afstandsfiets is, zijn we eigenlijk door de stad gereden en dan hebben wij een race gedaan. Kom op, Marcel! Als je wil! Hoplassen! Dat was heel spannend. En ineens ben ik Marcel kwijt. Dus ik zeg, Marcel, waar zit je? Nee. Marcel was niet meer mee. Die rezen we achter mij, zo wat te zuchten en te krullen. De batterie était à plat. Et là, voilà, je suis dépassé par la concurrence, le e-bike, qui avait une batterie qui est plus fort. Maar goed, het belangrijkste is dat ik gewoon heb, uiteraard. We zijn erover eens, denk ik, dat een urban e-bike geen lange afstandsfiets is, hè? De urban e-bike is geniaal voor la ville, maar niet voor de grote stops. Wat Marcel zegt. Om te testen of de urban e-bike handiger is in de stad, moesten wij een parcours afleggen. Donc on a essayé un petit peu tout ce qui peut ressembler à la ville. Il y a eu l'escalier, il y a eu les mannequins pour un peu simuler les gens. Le marché du midi, on connaît bien, c'est super sympa. En, hoeveel tijd? 1:13:14. Maar ah, knap, hè? Et toi? Ik dacht dat ik wel meer kans had dan jou, omdat mijn fiets lichter is. Maar dan zag ik dat ik geen bagagerek had voor mijn prij. Dat is het défaut du vélo urbain. Hmm. Op het einde was ik super moe, maar ik voelde wel van ja, ik heb echt iets overwonnen of zo. J'ai perdu. T'as pu te déplacer plus facilement avec le e-bike urbain que moi avec le vélo classique. Donc c'est le urban e-bike qui gagne. De bedoeling was dat we eruit haalden welke van de drie fietsen geen urban e-bike was, vooral qua design. C'était compliqué parce qu'on voyait rien. En dan moesten we voelen, dus op de tast, welke van die drie minst goede design eigenlijk. Ah. Bonjour. Ik ben dan even heel erg geschrokken, want ik voelde het stuur. Ik wist niet wat er gebeurde. Blijkbaar was dat dan de bel. Oei, oei, oei. Bah, on est tous les deux tombés d'accord sur le troisième, enfin celui qui est à notre droite. Mais je crois que c'est celui-ci qui n'est pas un designer. We hebben er dus één uitgekozen. En dat was de verkeerde. C'était celui-là. Ja. Oké, désolé. Dus wij hebben eigenlijk een verkeerde keuze gemaakt, want wij vinden toch nog altijd die het mooiste, hè?